3,5 centimeter. Oh my god, waar laag je het? Goedemorgen! Goedemorgen! Wat leuk dat je kijkt naar wat nieuw. Nou, zoals je ziet, Nanne is er niet. Vorige week was ik er niet. Maar Nanne zit lekker met zijn dikke derrière en met de ponkers in de sneeuw. Die beleven toch een paar avonturen, jongen, dat wil je niet weten. Ik ben echt super jaloers op ze. Maar ik goed, niet. Ik zit lekker in bed met Ferry. Ferry, hoe is het ermee, jongen? Ja, het gaat goed. Ik reis door het land heen en met de sabbatical lekker druk. En nou, hier op de zondagmorgen helemaal vol. Jij hebt het ook druk, hè? Ja, ik ben een beetje oude oma aan het worden. Nou, waar ik echt super druk mee ben, dat is met opnames van Jutech. Dat is zo leuk. Ik ga dus, ik ben bijna iedere dag ga ik op pad langs scholen waar kinderen uitvindingen of voor de toekomst, nieuwe ideeën voor de toekomst hebben ingestuurd. En dan ga ik kijken of we daar met mij te genoten of, we daar wat van kunnen maken, zeg maar. Echt briljante ideeën hebben ze. En zo ook ben ik met wat hele leuke mensen, vette YouTubers zoals Tara en Larissa van Kids Cupcakes en Freaky Channel en Kelvin en even kijken, wie hebben we nog vergeten? Jesper van 10 natuurlijk, de Ponkers, ze kwamen allemaal langs bij mij tijdens de opnames van Yugi Zoet. Ja, dat is echt zo leuk voor jou. Ik ben echt benieuwd, ik moet ook even abonneren. Zal ik het gelijk even doen? Doe dat eventjes. Ja, ik heb leuk nieuws, want we zijn toch met techniek bezig. Tag Heuer, wordt het eerste Zwitserse horlogemerk dat een smartwatch maakt met het besturingssysteem Android Wear van Google. Wat? Nog één keer. Oké, je hebt van Apple, heb je zo'n Apple Watch ding, hè? Maar dat hadden ze dus niet voor Android. En ik ben natuurlijk super blij met mijn Samsung telefoon. Maar daar kan ik dus niks mee als met zo'n iWatch. Maar nu komt er dus eentje voor de dinges. Maar dat duurt nog even. Super, ik wou net zeggen, wanneer ligt die in de winkel? Ja, 2 jaar nog. Oh, tegen die tijd heb je alweer een andere telefoon, joh. Zeker niet. Zeker wel. Hey, luister eventjes. Ik zat van de week 's ochtends koffietijd kijken. Mijn god. Luister naar dit. Yeah, your every wish. I can't resist my body, just keep giving in. You run your fingers up and down my back. Yeah, 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 yeah. Maar hoe kan dit? Hoe kunnen ze dit doen? Ja, geen idee. Foutje, denk ik. Ik denk dat ze serieus naar haar clip gekeken hebben. En hebben ze alles geautotuned. Dus dat betekent dat ze alles even mooi naar een mooi leveltje getrokken hebben. En toen gingen ze daar ineens live een soort van medley doen. Ja, was niet te doen. Ja, die naam. Maar het ergste is nog dat die man van haar, die heeft zoveel geld. Dus die heeft gewoon geld betaald om haar daar neer te zetten. Maar ze kan het gewoon niet zo goed. Dat is toch ziek, hè? Hè? Die man heeft geld betaald om die camalia daar in de koffietijd te zetten. Nou ja, ja. Om hier nog wel aandacht te krijgen. Hey, wil je een banaan? Ja, daar ben ik heel goed in, met bananen. Daarom, dat dacht ik. Die heb ik speciaal voor jou meegenomen. Ja, ik heb ook nog een heel leuk nieuwtje. Echt, maar echt heel grappig. Kijk, jij is X Factor. Niet meer. In Nieuw-Zeeland hebben ze ook X Factor. En Natalia Kills, haar ken je wel. Zeg maar, dat is ook helemaal niks. Wie is dat? Weet ik ook niet. En Willy Moon. Ja, die ken ik ook niet. Waarschijnlijk gebeurt van Willy Wonka of zo. Die zijn afgelopen maandag ontslagen uit de jury van X Factor Nieuw-Zeeland. Omdat ze dus iemand helemaal afgemaakt hebben. Zo beledigd. En dat was heel. Op donderdag hebben ze dus via Twitter een excuus aangeboden. En hebben ze geschreven: ik werd aangemoedigd om mezelf niet tegen te houden. En toen is alles uit de hand gelopen. Joe, de deelnemer. Ik hoop dat je me kunt vergeven. Blijf jezelf, alsjeblieft. We hadden een kut tweet, dus zeker door het management gestuurd. Oh ja. Zit je elke keer die dingen te schudden? Eén keer schudden is genoeg, hoor. Ik hou het graag luchtig. Luister, heb jij. Heb jij de zonsverduistering gezien? Afgelopen week? Nee, ik dacht denk ik nog eens. Zonsverduistering, ik heb alles gemist. Weet je überhaupt wat de zonsverduistering is? Ja. Het is zeg maar zo dat de maan dan voor de zon gaat staan, inderdaad. En dan krijg je schaduw op de aarde. Ja, heel goed. Maar het is niet helemaal. Dus je ziet nog een klein beetje zon. Maar dat is super cool. Maar dat is eens in de 7 jaar. Er zijn dus plekken waar je het dus helemaal ziet. Dus dan heb je gewoon een rondje. Dat is de maan. En dan zit je er omheen. Zie je achter op de zon. Dan komt een soort van vette lichtstraal vanaf. En het is gewoon helemaal donker. Dat is toch cool? Gewoon midden op de dag. En over 7 jaar hebben we er weer eentje. Deze meid is zo goed voorbereid. Dat is niet te doen.
7 jaar dus. Over 7 jaar. Dus dan heb ik weer een kan ik weer een poging. Dan kunnen wij, als wij elkaar nog kennen, zo kunnen wij een poging met z'n tweeën gaan, zo'n biertje en gaan we kijken. Ik vond het weer super gezellig met je, Ferry. Ik vond het leuk dat jij het zo leuk vond. Ja, ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk vonden. Vergeet zeker niet even te kijken naar de video van vorige week. Daar zat Mannen met Leon. En alsjeblieft, laat me even weten wat je van YouTube vindt. En vergeet daar zeker niet op te abonneren. Dan zie ik je sowieso daar. En tot volgende week weer. Doei! Doei!